Welkom bij dit mooie museum, Museum De Lakenhal. Mijn naam is Nicole Roepers, ik ben conservator actuele kunst. En we staan hier voor de gevel van het museum. Het museum is gebouwd als keurhal voor Lakense stoffen. En dat kan je helemaal aflezen aan de zandstenen decoraties. Je ziet het productieproces van het spinnen, het weven via het verven, het keuren in het midden, tot en met de verkoop. In dit museum heeft in 2019 een groot workshopprogramma plaatsgevonden in het kader van het Textielfestival. 23 textielkunstenaars hebben zich laten inspireren door de geschiedenis van het museum, door de gevel, het gebouw, de collectie en hebben daar prachtige werken gemaakt. Ik ben Anneke Kerst uit Nijmegen. Ik weef al 40 jaar. Met mijn werk exposeer ik en ik geef ook weeflessen. Toen ik hier binnenkwam voor de masterclass in de Lakenhal, het eerste wat me opviel was die mooie marmeren vloer in de oude entreehal. En de kleuren, vorm, dat sprak me heel erg aan. Die zwarte banen en zalmkleurige vlakken. En dat heb ik vertaald naar mijn weefwerk. Het is een dubbelweefsel. Een dubbelweefsel met koperdraad in verwerkt. En ik heb daar kleine merklootjes in verwerkt. Ik ben Jolanda Drucker-Murre. Ik ben een beeldhouwer die experimenteert met stoffen. Voor mijn werk voor de Lakenhal heb ik me laten inspireren door het productieproces van het laken. Ik heb aan de hand van 15 borduurwerken het verhaal van het proces verteld. Lakenloodjes waren het keurmerk voor het laken. Voor deze lakenloodjes van klei heb ik mijn eigen familiewapen gebruikt. Het schilderij De Staalmeesters was aanleiding voor dit borduurwerk. Het schilderij dat in de Lakenhal hangt, heb ik gefotografeerd, de foto bewerkt en daarna geborduurd. Mijn boek heeft ook een zwarte bladzijde. Leiden was berucht om de kinderarbeid en er werden zelfs kinderen uit andere steden gehaald die hier te werk gesteld werden. Mijn naam is Pauline van Asperen, ik kom uit Kampen, ik ben weefster en ik weef al ruim 15 jaar. Ik heb een weefsel gemaakt, geïnspireerd op de nieuwe gevel van het museum. Toen ik die zag, was ik er gelijk helemaal weg van. En ik heb geprobeerd om de structuur waarin de stenen gemetseld zijn, om dat over te brengen in garen. Ik ben begonnen met tekenen in een weefprogramma, om te kijken of ik de structuur van de gevel kon omzetten in een weefpatroon. Daarna heb ik ook een kleurendimensie toegevoegd, dus niet alleen de vorm, maar ook met kleur gaan spelen. Het effect van de kleurovergang in de schering en de inslag is dat je linksboven in het weefsel de trap op kunt lopen en rechtsonder in het weefsel onder de trap hangt. Ik ben Petra Kooi, kom uit Delft. Mijn vakgebied is schilderen, fotografie en natuurlijk ook textiel. Het werk wat ik gemaakt heb, dat is geïnspireerd op het donkerblauwe laken wat hier in de Lakenhal hangt. En ik ben op zoek gegaan naar een broertje ervan. En ik heb een hele mooie paarse wollen stof gevonden met een prachtige glans. Ik vind de hele luxe, rijke uitstraling van het wollen, dat sprak me enorm aan. En ik wilde het Leids laken in zijn volle glorie tot zijn recht laten komen. Daarom heb ik gekozen voor een heel eenvoudig en sober ontwerp. De bolling in het werk, dat refereert naar de vrouwelijke vorm van alle vrouwen en meisjes die in de lakenindustrie hebben gewerkt. Ik heb de wol verlijmd op een mal en daardoor is die bolling ontstaan. Ik ben Marijke Leertouwer. Ik woon in Veren in Zeeland. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik heb in 86 in Rotterdam aan de Academie van Beeldende Kunst eindexamen gedaan. Dus ik ben al een tijdje bezig met kunst. De inspiratiebron voor mijn werk in de Lakenhal was een hele mooie oude wolkam. Die heb ik gekozen omdat veel van mijn voorouders in de laakindustrie werkzaam waren. Ik heb 30 voorouders gevonden, mannelijke voorouders. En ik heb één klein meisje gevonden, Abigail, die helaas door een misdrijf om het leven is gekomen. Ik heb dat verhaal verwerkt in mijn assemblage. Ik heb 30 pakjes op een bankje gelegd. Die representeren die 30 voorouders, mannelijke voorouders. En één klein pakje heb ik aan de wolkam opgehangen. Een wit pakje met twee kleine pareltjes in de buurt. En dat pakje moet het meisje Abigail voorstellen dat helaas eind 17e eeuw om het leven is gekomen.
Ik ben Linda de Beer. Ik ben mijn hele leven bezig met textiel. En mijn liefde ligt vooral bij filten in combinatie met borduren. Ik heb voor deze masterclass heb ik gekozen voor een combinatie eigenlijk van waar ik eerst door geraakt was. Was de prachtige boeken met alle stalen van de staalmeesters. Vervolgens heb ik dat gecombineerd met het tin wat ik hier heb gezien. En ook ken uit mijn jeugd. Dat stond altijd bij ons in de kast. En ik vond het toen echt afschuwelijk. Maar het was heel erg leuk om daarmee verder te gaan. Ik heb allerlei tinnen objecten gezocht en daar... Die heb ik allemaal aangekleed met textiel op verschillende materialen. Met vilt, met borduren, met haken. En zo is het een installatie geworden. Ik ben Helena Moret, ik kom uit Boskoop en ik ben onder andere textielontwerper. Mijn inspiratiebron in de lakenhal zijn de lakenstoffen, de oude stoffen, maar ook de nieuwe stoffen door de ontwerpers in de winkel. Nou, mijn werk is ontstaan vanuit het probleem in de textielindustrie en de kledingindustrie. Productieprocessen zijn vaak vervuilend, mensonterend, er is heel veel afval. Het zijn oude tricotstoffen, dus oude t-shirts heb ik in dit geval veel gebruikt. Ik heb ze ontrafeld, dus ik heb eigenlijk de draadjes weer losgetrokken, waardoor er een soort van kringeltjes ontstaan. Die heb ik weer door elkaar geweven met een soort eigen techniek. En daardoor ontstaat een nieuw, een beetje dierlijk, voelend en ogend materiaal. Ik ben Noëlle van der Hagen en mijn werk kenmerkt zich door licht, kleur en glans. Ik heb hier het lichtobject Sunny Window staan. En dit lichtobject is geïnspireerd op het glas- en loodwerk van Theo van Doesburg, maar ook op de verbouwing van de lakenhal. Dus eigenlijk is het frame is een oud raam, een oud kozijn. Het is gemaakt van organza. En allemaal hele kleine stukjes organza in een soort bladvormig model. En dat komt weer uit de stalen die de keurmeesters in de lakenhal gebruikten om de stof te keuren. En tegenwoordig zie je heel veel keurmeesters die op social media van alles vinden, overal over mopperen. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je verschillende perspectieven kunt hebben op een situatie. En dat is de reden waarom ik in dit raam twee lagen heb gemaakt die allebei iets anders zijn. Omdat je met verschillende perspectieven naar een situatie kunt kijken. En in mijn geval is dat een zonnig perspectief. Ik ben Els Franke, kom uit Almere en ik ben beeldend kunstenaar. Voor de masterclass in de Lakenhal mochten we een kijkje nemen in het depot. En daar werd ons uitgelegd hoe het maakproces van het Leids laken was. En een grote rol was weggelegd voor de keurmeesters, want de kwaliteit werd heel streng bewaakt. Elke oneffenheid werd gezien. Hij staat met zijn handen omhoog die stof tegen het licht te houden. Als het licht erdoor valt, dan zie je ook plekken die niet goed zijn, of de kleine knoopjes. En daarom vond ik dat een mooie houding. Ik heb hem gemaakt als een driedimensionaal werk. Eerst van klei en bekleed met een flisco-stof, een hedendaagse stof. En zo komt heden en verleden bij elkaar. Ik ben Bets van Zijl-Streef. Ik woon in Culemborg. Mijn passie is kant. Mijn inspiratiebron is de kunstenaar Theo van Doesburg geworden. Hij is van het traditionele klassieke kant, heeft hij zich ontwikkeld tot deze moderne, bekende kunststroming De Stijl. En dat was ook de uitdaging om van een overbekend thema daarmee aan de gang te gaan om dit object wat ik nu gemaakt heb te klossen. Ik ben Nienke Smit en ik woon in Harderwijk. Ik doe alles met een draadje. Ik verf het, ik borduur ermee, ik brei ermee, ik kwilt ermee en filter doe ik ook nog. You name it, ik doe het. Ik ben erg gefascineerd door de museumcollectie hier in de Lakenhal. Met de loodjes die ook in het logo te vinden zijn, modern vormgegeven weliswaar, ben ik aan het spelen gegaan. En ik heb daarin het schilderij van Suzanne van Steenwijk uit 1642, het eerste bekende schilderij van de Lakenhal, geblauwd in verwerkt. Je ziet hier een artquilt, wapperend in de wind, heden en verleden in één werk samengebracht. Ik ben Sari Maas, ik ben handwerk textieldocente en ik ben actief in de artquiltwereld.
En met kennismaking van het gebouw viel me op hoe mooi de vloer was. Wat ik echt mooi vond, was de belijning. Dat harde contrasten door de kleuren. Ik heb het gebruikt als basis op mijn textiel. Ik heb mijn werk gemaakt op een linnenhemd uit ongeveer 1850. Ik heb dat hemd gekregen, ik heb 14 hemden gekregen, van een familie Schonevelde uit Staphorst. En zijn geweven door thuisweefsters. En dat vond ik wel een hele mooie basis om daar iets mee te mogen doen. Ik heb gekozen om van al die hemden de linkerkant voor en achter te bewerken. Dit refereert naar de plaats waar je hart zit. En rechts wil ik onbewerkt laten om de functie van het hemd te behouden. Ik ben Roos Cox. Ik woon in Lent bij Nijmegen en ik weef sinds zo'n 30 jaar. Ik ben eigenlijk vanaf het begin twee sporen ingegaan. Het Leidse laken, dat inspireerde me heel erg. Dus ik had zoiets van, kan ik dat? Kan ik een lap weven van zelfgesponnen wol in de ketting, enkeldraads? Dat is best wel lastig. Dus daar ben ik mee begonnen. Maar toen kwam corona en toen hadden we heel veel meer tijd. En toen ben ik gewoon verder gaan denken. Ik ben geïnspireerd door het weefgetouw van Lieshout. Vanwege de vormen in eerste instantie, maar vooral later ook door de inhoud. De wever die niet kan ontsnappen aan het ellendige leven. Ze maakte iets heel moois, een mooie zachte stof. Maar in mijn beleving zit daar toch een rafelrand aan. En de harde kant. En die heb ik uitgebeeld door hard afvalmateriaal te gebruiken voor de uiteinden. Ik ben Anja Lentsen, ik vilt. Ik werk met wol en dat doe ik met veel plezier. Ik maak textiele objecten, kledingvormen en autonome werken. De inspiratiebron voor mijn werk zijn diverse schilderijen, maar ook portret van een lakenverkoper waarop de laken te zien is en wat gestapeld is soms, wat ook op afbeeldingen boven de poorten wordt weergegeven. Ik was heel erg benieuwd naar welke wol is gebruikt in de Leidse lakenindustrie. Ik heb me daarin verdiept en er zijn grofweg drie periodes te benoemen. Voor die periodes heb ik 5 verschillende soorten wol gebruikt om mijn object te gaan maken. We zien een diverse balen wol, gewoon letterlijk wol. En dat was ook mijn gedachte, dat je stappen in een stapel wol zou kunnen zetten. Ik heb zowel de losse wol als de gefilte wol bij elkaar gebracht met ook daarin een suggestie van een weefsel wat uiteindelijk het laken is. Mijn naam is Antoinette Kremers. Ik woon in Ruinen en werk als beeldend kunstenaar. Ik heb een passie voor natuurlijke materialen en ga vooral voor het ambacht. Ik was bijzonder geïnspireerd door de kluis en met name dat de sleutel kwijt was. En ik zag hier overal alleen maar sleutels. En toen dacht ik, ga ook op zoek naar een goede sleutel. Ik heb een sleutel van een oude klooster aangekocht via een veiling. En deze ben ik gaan vergulden. Ik vond dat de sleutel rust moest hebben. Dus ik heb hem op een kussentje gelegd van mooi blauw. Het blauw van wol gecombineerd met zijde, blauwe zijde. De zijde zit tussen de wol, omwikkeld met een gouddraad. En hier en daar heb ik een steekje vastgezet, zodat het kussen een klein beetje in elkaar zakt. Ik ben Jonaske de Ruiter en ik ben woonachtig in Tilburg. En mijn vakgebied is mixed media, collages, fotografie, schilderen. En dat combineer ik regelmatig ook met textiel. Mijn kunstwerk wat ik gemaakt heb, heb ik gebaseerd op de vorm van de stalen in het stalenboek, die mij deden denken aan de vorm van tranen. Het tweede is een verhaal over een weduwe die te weinig geld had om volgens de normen het laken zo zwart te verven zoals hoorde en moest. En wat dus verboden was, was dat zij daarvoor houtskool gebruikte om de stof zwart te schilderen. Naar aanleiding daarvan heb ik met verschillende ambachtelijke technieken stalen tranen gemaakt als dat pad van de houtskooldruppels die ontdekt werden bij controle van deze vrouw in haar ververij. Ik ben Margot van Leeuwen, ik ben textielkunstenaar en werk al meer dan 20 jaar met wol. Van die wol maak ik vooral viltobjecten.
Mijn inspiratiebron in het museum is een heel groot boek. En in dat boek zitten allemaal kleine stalen. En die waren allemaal prachtig zwart geverfd. En ik weet hoe ontzettend moeilijk het is om precies die kleur te krijgen. Als je kijkt naar wat ik heb gemaakt, dat is ik noem het een zwart boek. Want het is een studie naar hoe je zwart kunt verven met plantaardige materialen. Dat betekent dat je... Vroeger, volgens mij, deden ze dat met twee kleuren over elkaar. Dus een hele donkere blauw indigo en een hele donkere rood kleur. En als je dat over elkaar mengt, dus na elkaar verft, krijg je zwart. Bij mij is dat niet gelukt, helaas. Het werd een soort paars kleur. Ik heb daarna nog met walnootschillen, heb ik het nog een keer geverfd. Met walnoot heb je heel donkerbruin. En dat alles over elkaar zit nu in mijn werk. En dat, ja, ik moet zwart voorstellen. Als je heel dichtbij kijkt, zie je eigenlijk nog bijna alle kleuren erin in terug. Het andere deel waarom ik het zwartboek noem is als je ziet hoe ontzettend moeilijk textiel te maken is en hoe die mensen in die tijd moeten hebben gewerkt in die kleine wevershuisjes, wolverven buiten in de kou, afschuwelijke tijd moet het zijn geweest. Vandaar ook de naam zwartboek. Ik ben Anneke Swalsman-Westing. Ik ben opgeleid als grafisch vormgever aan de Kunstacademie in Den Haag. En eigenlijk pas veel later heb ik het filter ontdekt. En ja, dat is gewoon zo'n geweldige combinatie. Mijn inspiratiebron voor mijn kunstwerk zijn de drie sleutelgaten in de stalen kast in de vergaderkamer van de staalmeesters. Ik heb drie staanders gemaakt van uiteraard staal. Als een woordgrapje, maar ook het is een heel sterk materiaal, heel onbuigzaam materiaal. Zoals ook het oordeel van de staalmeesters heel bepalend was. Als grafisch vormgever ben ik ook aan de slag gegaan met het woord ambacht. En ja, eigenlijk opeens zag ik het, daar zit het woord macht in verstopt. En dat is ook de titel voor mijn werk geworden. Ambacht versus macht. De macht, dat zijn de staalmeesters. Het ambacht, dat heb ik vertaald naar een boeket bloemen. Het straalt iets uit als mooi, trots, het mag er zijn. En dat is eigenlijk ook waar het Leids Laken over gaat. De bloemen, die vertellen het hele verhaal van het hele proces en van de mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld de basis van het Leids Laken, is de ruwe wol van het merinoschaap. Dus je ziet op een gegeven moment een soort pluizige bol. En dat is eigenlijk gewoon een stukje vacht van het merinoschaap. Ik ben Lenneke Overmaat en ik kom uit Haarlem. Ik ben kunstenaar en ik werk heel graag met handgeschept papier. En ik heb me laten inspireren door het project Een Nieuw Leids Laken van Museum De Lakenhal, wat ze een aantal jaren geleden hebben georganiseerd. Ik heb een nieuw Leids Laken ontwikkeld van handgeschept papier uit Nepal. Ik heb eerst stroken papier gescheurd en die heb ik geweven door een jute doek. En daarop beschreven het ontwikkelproces van het Lokta-papier uit Nepal. Al wevende heb ik ook de patronen van de lakenhalgangen erin verwerkt. En als vooronderzoek heb ik meerdere stofjes van papier ontwikkeld. En die heb ik gebundeld in een stalen boek. Ook geïnspireerd door de vele stalen boeken van Museum de Lakenhal.